Goedendag en beste mensen en welkom bij een nieuwe video. Voordat ik ga beginnen even een korte zakelijke mededeling. Er komen deze maand geen reisvlog of modelbouwvideo vanwege simpelweg tijdsgebrek, vanwege school en andere werkgerelateerde situaties. Tevens zullen mijn video's vanaf nu voorzien worden van Engelse ondertitels. En ik ga kijken hoe lang het duurt voordat mijn video's van voor vandaag ook voorzien kunnen worden van Engelse ondertitels. Omdat ik meer internationaal publiek krijg dan ik had verwacht. Om hun toch een beetje tegemoet te komen. Ik was hier niet op voorbereid dat ik geen modelbouw of reisvlog zou kunnen doen. Dus heb ik een beetje wat geïmproviseerd en dacht ik van, nou, waar wil ik het nog een keer over hebben? De reizigersvervoerders van Nederland. We gaan alle vervoerders gewoon even bij langs en we kunnen er niet omheen. Dan beginnen we gewoon bij de Nederlandse spoorwegen. Ontstaan in de jaren 20 uit de samenwerking tussen de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij, de HSM, en de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, de SS, de Nederlandse Spoorwegen NV. Ik denk dat ik nog een video ga maken binnenkort over de voorgangers van de NS. Er zijn namelijk meer bedrijven. Maar het komt voornamelijk neer op de samenwerking tussen de HSM en de SS. Lange tijd was de NS alleen heerser op het Nederlandse spoor, maar die situatie is enorm veranderd. Ik zal me in deze video focussen op dit jaar, 2021. NS anno 2021 rijdt uitsluitend elektrische treinen. Het laatste dieseltraject werd in 2017 openbaar aanbesteed, toen de spoorlijn Kampen-Enschede. NS is verantwoordelijk voor het rijden van treinen op het zogenaamde HRN, hoofdrailnet. Eigenlijk alle dubbelsporige geëlektrificeerde spoorlijnen van Nederland en een paar uitzonderingen daarop. NS heeft ook een tak voor internationale reizen, dat is NS International. En daaronder vallen onder andere de Intercity Berlijn, de Intercity direct naar Brussel. Maar ook bijvoorbeeld de ICE rijdt in Nederland onder de vlag van NS International. Maar voor de rest van de video zal ik me beperken tot binnenlandse vervoerders. De grootste particuliere vervoerder in Nederland is Arriva. Arriva heeft op dit moment 4 concessies op haar naam staan. Een concessie is eigenlijk een regio die aan een vervoerder wordt toegeschreven. Zo van, jullie mogen dit gebied voor de provincie of de staat gaan exploiteren. Zorg er maar voor dat er zo vaak per uur op dit traject een trein rijdt. En Arriva doet dat op de noordelijke nevenlijnen, de diesellijnen vanuit Leeuwarden en Groningen. De Vechtallijnen, de spoorlijn Zwolle-Emmen en Almelo-Marienberg. De Achterhoek, de hele lange ketting Apeldoorn, Zutphen, Winterswijk, Arnhem, Tiel. En de concessie, de spoorlijnen van Limburg. Maar goed, de huisstijl van Arriva is niet overal gelijk. Over het algemeen, men begon met rood-wit. Dat is de oude kleurstelling in het noorden. Dat is de huidige kleurstelling in de Achterhoek. En op de andere twee concessies rijdt men in een blauw-witte kleurstelling. Op dit moment wordt de noordelijke nevenlijnen ook langzaam richting een lichtblauw turquoise-achtige kleur veranderd. De hofleverancier voor materieel van Arriva is Stadler. En Arriva heeft treinstellen van het type GTW, Wink en Flirt van Stadler. Ook heeft ze voor de spoorlijn Almelo-Marienberg en als spitsversterker in Limburg treinstellen van het type Lint 41H van Alstom. In de regio van de Vechtallijnen rijdt Arriva onder de naam Blauwnet. Wat met zich meebrengt dat reizigers onderling tussen Keolis en Arriva niet hoeven om te checken. Dat is een keuze van de provincie Overijssel geweest. De tweede die na Arriva komt is Keolis. Keolis is een voortvloeisel uit de vroeger bekende vervoerder Syntus. En is verantwoordelijk voor 2 spoorlijnen in
Twente, de spoorlijn Kampen-Enschede en de spoorlijn Oldenzaal-Zutphen. Deze zijn onderdeel van een concessie waarvan ik de naam zo snel niet kon vinden. Ik betwijfel of die concessie überhaupt een naam heeft. Ze gaan hier ook onder de merknaam Blauwnet in samenwerking met Arriva in opdracht van de provincie Overijssel. Men rijdt hier met treincellen van het type Flirt op de verbinding Kampen-Enschede en van het type Lint 41H op de verbinding Oldenzaal-Zutphen. Dan komen we alweer aan bij de kleinere vervoerders van het land. Dan kom je al snel tegen Connexxion. Connexxion die is verantwoordelijk voor de spoorlijn Amersfoort-Ede-Wageningen, ook wel de Valleilijn of de Kippenlijn genoemd. Men rijdt hier met treincellen van het type Protos. En het bijzondere aan de treinen van het type Protos is dat die nergens anders in de wereld te vinden zijn. Connexxion was de enige afnemer van dit treintype. En voordat meer bedrijven en vervoerders ingetekend hadden om dat treintype te kopen, ging de producent, de fabrikant, failliet. Recent is het materieelpark trouwens aangevuld met twee treinstellen van het type Flirt. En een opvallende in het lijstje particuliere vervoerders is Qbuz. Een busbedrijf met treindienst. En die heeft de concessie Merwede-Lingelijn, de spoorlijn Dordrecht-Geldermalsen, overgenomen van Arriva. En Arriva die stond nogal bekend om het feit dat ze de concessie Merwede-Lingelijn nogal verwaarloosde. De treinstellen met achterstallig onderhoud en de dienst was ook niet geweldig. Maar Qbuz die is die reputatie helemaal aan het goed maken. De treinstellen worden gereviseerd en het gaat al een stuk beter. Men rijdt hier trouwens onder de vlag van Airnet, net zoals de volgende en laatste op ons lijstje. En dat is TAG, Trein Alphen Gouda, wat in opdracht van NS gereden wordt. En in feite ook onder de vlag van NS, maar onder de merknaam Airnet. Dit was oorspronkelijk een lijn bedoeld voor sneltrams of light trains. Of, er is een proef geweest met trams, maar wat daar verder de achterliggende gedachten en plannen van waren, dat weet ik niet precies. In elk geval is het niet geslaagd en men heeft besloten, nou, laten we er maar weer een gewone spoorlijn van maken. Dit vind ik persoonlijk niet echt een particuliere vervoerder, maar voor de reiziger op het oog, hè, je moet omchecken, Airnet, hè, is het op zich wel een andere vervoerder. Maar het is gewoon NS in een vermomming, ja. En dat waren ze. Dat waren de particuliere vervoerders van Nederland. Nou, waarom vertel ik dit eigenlijk? Omdat het eigenlijk heel belangrijk is dat Nederland zoveel particuliere vervoerders heeft. Om een vergelijking te doen met onze zuiderburen, België, waar eigenlijk geen enkele particuliere vervoerder voeten in de aarde kan krijgen. Omdat het hele spoorgebeuren daar nog zo'n staatsbedrijf is, dat ze moeilijk doen over een trein die niet de modernste beveiliging heeft, terwijl ze zelf al jarenlang zonder ATB de grens overkomen tussen Essen en Roosendaal en tussen Eijsden en Maastricht. Dus het is meten met twee maten. Zij wel van ons, maar wij niet van hen. En dat is gewoon, ja, het is gewoon een beetje zielig. Maar het is heel belangrijk, omdat de kwaliteit van het OV en met name het spoor in België gewoon echt belachelijk slecht is in vergelijking met Nederland. Op regionaal gebied overigens. Ik heb zelf niet zoveel ervaring met België. Sterker nog, helemaal geen ervaring. Maar voor wat ik weet van België is dat zij nogal met verouderd materieel rijden. Wat lage frequenties en zo. En dan mogen we eigenlijk best wel van geluk spreken dat we in Nederland zo'n goed treinbedrijf hebben. Zelfs in de uithoeken. Want de lijnen die gedecentraliseerd zijn, die zijn kwalitatief enorm verbeterd. De klantenservice is verbeterd, de kwaliteit van het materieel is verbeterd, de prijzen zijn gunstiger geworden. Allemaal te danken aan de particuliere vervoerders. En hoe komt dat nou? Nou, heel simpel. Als jij één groot bedrijf hebt wat vanuit de staat krijgt van hier heb je je geld, zorg er maar voor dat er overal een trein rijdt. Die gaat de prioriteiten heel anders stellen
dan een vervoerder die alleen maar een stukje aangeboden krijgt. Die zegt van, zorg maar dat dit goed werkt en kijk dan maar verder. En ook bijvoorbeeld spoorlijnen die in NS-tijden één of meerdere keren met sluiting bedreigd zijn. Bijvoorbeeld de noordelijke nevenlijnen, bijvoorbeeld de oostelijke nevenlijnen, zijn spontaan weer belangrijke vervoersaders geworden. En zijn zelfs niet eens meer discutabel omtrent sluiting. En dat vind ik best wel belangrijk, dat ervoor gezorgd wordt dat steeds meer, nou ja, wat beetje achterstallig geworden spoorlijnen, die door NS een beetje afgedankt of een beetje minder waardig behandeld worden, gewoon opgenomen worden in het gedecentraliseerde spoorgebeuren met de concessies. Dat er voor mij een paar nieuwe concessies komen, bijvoorbeeld Noord-Holland-Noord is een hele goede kandidaat om een aanbesteding te doen. Waardoor de vervoerskwaliteit in Nederland met de trein alleen maar verbetert en verbetert en verbetert. Op dit moment is men bezig met een plan om in ieder geval de sprinterdiensten Zwolle, Leeuwarden, Zwolle, Groningen en Apeldoorn, Almelo in de spits door naar Enschede aan te besteden. Of in ieder geval, dat is een plan. Hoe het daarmee staat op dit moment, dat is mij niet helemaal duidelijk. Maar ik weet wel dat dat iets is wat ik hoop dat echt gaat gebeuren. En dat dat ook in meer regio's zal gebeuren. Nou, en dat was hem dan ook voor vandaag, hè. Meer heb ik niet te zeggen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En graag tot de volgende.